En dan nu? Hallo kijkers. Volgende maand wordt de nieuwe brug geopend en bij de nieuwe brug horen ook nieuwe aan- en afvoerwegen, nieuwe rotondes, nieuwe fietspaden en nieuwe voetpaden. Ja, dat zou je denken. Kijkt u even mee. Als je met de fiets naar Beuningen wilt en je komt over de Marialaan aangefietst, dan kon je vroeger rechtdoor rijden op de rotonde. Nu kom je bij de rotonde en word je linksom verwezen. Dan moet je even wachten, een seconde of 50. Dan steek je snel over. Kom je bij de volgende doorverwijzing, moet je ook even wachten, een seconde of 10. En dan fiets je over het industrieterrein verder, kom je op een kruising waar je het weer uit mag zoeken, omdat daar geen verwijsborden staan. Oh ja, hier om de hoek ga je naar het centrum, dan is Beuningen de andere kant op. Maar stel dat je wilt gaan trainen voor de 100ste Vierdaagse en wil je te voet eens even terug naar Beuningen heen en weer, dan kom je op het splitspunt hier voor de rotonde aan. Je moet linksom, je mag deze keer 44 seconden wachten, steekt over tot het volgende punt waar je weer 20 seconden mag wachten en dan is er geen stoep meer. En aan deze kant van het huisje ook niet. Daar zou een stoep moeten lopen, maar daar is geen stoep. Als je recht afgeslagen zou zijn voor de rotonde, dan loop je weer lekker terug naar de stad. Je kunt hier nergens oversteken. Daar is 10 jaar over nagedacht. Compliment heren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Voor de auto's staan er op die rotonde ongeveer een kleine 70 borden, maar eerlijk gezegd ben ik opgehouden met tellen.